De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blox. En door Nivea Men Deep en Rockstar Energy Drink. Verspreid door dit futuristische bankgebouw bevinden zich vier kluizen, waarvan er één is gevuld met 50 loodzware goudstaven. Ook wordt ergens de zeer waardevolle cryptocoin opgeslagen. Transfer completed. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. We moeten naar beneden, Ik zie iemand nu naar de porto gaan. Ah! Jongens, de camera's worden geloopt. Staan blijven! Ik ben gezien, doei! Dit is De Kluis. In het diepste geheim maakt een team van overvallers zich klaar voor de kraak van hun leven. Oké. Je ziet dat we zijn er. Zo, wat zien we voor ons? We zien hier een soort van Area 51-achtig gezeik. Daar liggen ook die schade waarmee we die rode draakjes knippen. Ja. Maar het liefste loopen we de camera gelijk, dan hoeven we dat ook niet te gebruiken. Ja. Hi, ik ben Estien en je kan me kennen van dat ik muziek maak en dat ik meedoe aan het Songfestival. En nu ook als professioneel overvaller. Dit zijn ook twee hele goede vrienden van mij, dus dit moet goed komen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we gewoon daar naar binnen gaan en dat jij misschien naar de tablet gaat. Ja. Mijn naam is Sor, producer, rapper, maestro. Ik word ook Ross genoemd, is ook mijn naam. Steen, Bent en ik, we houden wel een beetje van chaos. Maar wel een georganiseerde chaos. Want deze slimme overvallers hebben de cijfercode voor de kluis in hun voorbereiding al gehackt. Even opschrijven op onze handjes. 4, 2, 5, 2. Ik heb de code op mijn hand geschreven, want ja, je zal het maar vergeten. Deze code werkt op alle vier de kluizen. Echter, niemand weet in welke kluis het goud ligt. Maar bij de geheime kaart, een goed verstopte locatie in de bank, kunnen de overvallers dit ontdekken door daar de gehackte cijfercode in te voeren. Als dit hen ongezien lukt, levert dit de overvallers een flinke voorsprong op ten opzichte van Team Stuk. Maar dat is nog lang niet alles. Toch, Giel? De kluis is nog nooit zo spannend geweest, want jij maakt dit seizoen kans om de Blokskluis te kraken en zo de hoofdprijs van 25.000 euro aan Bitcoin te winnen. Goed opletten dus. Zou ik dan deze... Ik denk dat het goed is dat jij die meeneemt, want jij hebt gewoon overzicht. Jij kan dat gewoon. De bank is volledig bewaakt met beveiligingscamera's, waarmee Team Stuk alles nauwlettend in de gaten kan houden. Giel, Thomas en Stefan weten namelijk niet waar en wanneer de overvallers zullen toeslaan. En slim als ze zijn, hebben de overvallers deze bewakingsbeelden afgetapt. Ik ga schieten. Ik wil die gun zo, want ik ga mensen helemaal kapot schieten. Dat wil jij niet weten. Hoi, ik ben Bente. Ik maak muziek, ik acteer. En vandaag kom ik eens eventjes een kluis overvallen. Dat is wat wij gaan doen. Mikkelbal. Ja. Hey, gasten! Ik lijk misschien gewoon een soort lief meisje, maar ik heb wel een groot bek. Dus ik denk dat ik het vooral daarvan moet hebben. Wat verwachten we van een stuk tv? Ik niet zoveel. Zij kennen de trein al een beetje. Ze lopen wel altijd een beetje te geinen en zo. Ze lopen te geinen, ze hebben een grote bek, maar ze zijn eigenlijk natuurlijk helemaal niks. Ik ga ze helemaal kapot maken. Ik denk dat ik dit wel kan, want ik ben echt wel heel fanatiek. Bente kan niet wachten om te starten. En ook Giel is er bijna klaar voor. If the day, sun is shining, feel good. Hop, zo. Born ready, jongens. Hop, bam. Wat een heerlijke dag, hè, jongens. Hey, wat een lekkere dag. De vijver is veilig, jongens. Ja, helemaal top. Hallo. Porto check. Bonjour. Ja, blauwe kluis check. De vraag van vandaag, daar komt-ie. 220 plus 12 in het kwadraat. Wat is, ik weet niet meer wat dat is. Mij is het antwoord A, maar dat weet ik niet zeker. Als de overvallers de rekensom goed beantwoorden, belanden de bewakingscamera's van Team Stuk in een constante loop. En hebben de overvallers vrij spel. Bij een fout antwoord gaan alle camera's 10 minuten op zwart. Maar zover zijn de overvallers nog niet. Hey, er is iets geks in die cryptoruimte. Gaan we checken. Maar we moeten naar het wapen en zo. Ja, dat komt, ja gast, dat komt zo wel hoor. Rust gaan. Ik zit helemaal klaar. Thomas. Zo, dit is lang geleden. Ja, jezus. Oh, yo. Wat is hier weer gebeurd, To? To, hoe heb je dit gedaan? Ja, ik heb even die crypto gehackt. Oh, en we zijn weer terug. Nou, top. To, bedankt voor het lachen. Dankjewel.
klein gebbetje. In de cryptokamer kunnen de overvallers via hun USB-sticks de zeer waardevolle cryptocoin downloaden. Deze heeft een waarde van 15 goudstaven en is daarmee een interessante toevoeging om de totale buit te vergroten. Oh ja, USB's mee? Oké. Okay. Niet om je nek hangen. Maar gewoon in je zak of zo. Oké, hebben we alles? Ja, we zijn er klaar voor. We gaan het doen. We gaan dit gewoon even helemaal naar de tering werken hier. Oké. Tijd? Ready? 3, 2, 1. Zo. Alright. Doe dit! De overvallers zijn gestart. In slechts 2 uur moeten S-team, Bente en Soar minimaal 25 loodzware goudstaven weten veilig te stellen om team Stuk te verslaan. Hey! Hey, Tover! Hey, ik moet even die kant op, joh. Gewoon toeteren, toeter maar. Ik moet naar links. Ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Ik denk dat Steen, die gaat echt het overzicht bewaren. Die is daar super goed in. En ik denk dat Ross en ik gewoon echt vol zo pap, pap, pap erin gaan. Kijk, hier is het. Hier is de het. De UFO, Area 51. De overvallers naderen binnen enkele seconden de bank. En dat terwijl Team Stuk alles onder controle denkt te hebben. Lekker. Ah! Shit. Het is redelijk rustig vandaag, jongens. Zeker weten, Giel. Gaan we via hier? Moet zacht zijn vanaf nu. Oké, kijk jij op de tablet waar ze zijn? Ik zie hier 1 iemand. In deze controlekamer. Wij gaan achterom. Ik geef jou dekking. Oké, okay. Jij hebt de nakkel. Stine Bente gaat naar de portofoon. Via de porto in de portoruimte kunnen de overvallers Team Stuk afluisteren. En hun onderlinge communicatie saboteren. Kom, we gaan een beetje joggen. Nee. Je bent ook wel warm draaien. Oh, wat erg. Want we moeten snel die porto. Oh, verschrikkelijk. Nou, ik ben nu al buiten adem. Ja, ik ook. Stien, als je een beetje kan opletten. Ik ben nog buiten, maar ik blijf heel laag. Ik zeg maar wanneer ik binnen ben. Je bent niet zichtbaar op de camera's nu. Thomas, voor Giel over. Hoe is het daar? Veilig, rustig. Ik loop nu naar de deur toe, naar de hoofdingang. Grond van de UFO hoor ik wat. Ja, Stefan loopt te drummen. Stefan, kap nou eens! Stefan! Hè? Huh? Je loopt te kutten. Er is niks gaande. Het is fucking rustig. Ik zie hier dat er hier iemand is, jongens, over. Daar! Bij het tablet! Bij het tablet! Tablet! Beweging bij het tablet! Ik ben gezien. Hi. Rennen. Jij vind je boven, ik vind je beneden. Hoi, daar hebben we Soar. Oh, hey. Ik ben gezien, doei. Oh, wij gaan ook weg. Nee, hoezo? Hij is gezien. Ja, maar okay. Ze zijn daar, schat. Rennen. Hi daar. Ik hoor je niks met een dunne stem. Ik zie alles, vriend. Guys, ik ben zo hard geklemd. Ze zagen het helemaal aankomen. Ross, hoe gaat het? Ik moet een andere manier verzinnen om daar te komen. Omdat Soar niet eens in de buurt is gekomen van de tablet, bedenkt S10 snel een nieuw plan. Elke kamer die ik zie, die knip ik gelijk door. De overvallers kunnen de bewakingscamera's op het terrein los van elkaar saboteren. Maar ja, dat is ook een beetje spannend, want dan zien ze natuurlijk gelijk dat je daar bent, want het scherm gaat op zwart. Kom, go, klaar. Jongens, ik zie beweging bij de porto, bij de vijver, over. Ik denk op dit moment gewoon all in, ik ga wel rennen. En S10 die knipt gewoon meteen zo die kabel door. Jongens, de vijver is doorgeknipt. Daar hebben we geen zicht meer over. Stefan, voor Giel, we zijn onderweg over. Hier toch links. Oh ja, daar. Ik heb mijn camera uitgeschakeld. Lekker mop. Ik hoor je. Nee. Ja, hier. Hey! Schiet. Oh, schiet. Ik ben gelijk mega bang. Ik ga wegrennen. Ik heb hier 2 dames. Eentje is gewapend, 1 dame wat is gewapend. Dan? Kom dan! Oh, ik ben helemaal moe. Kut. Ik kan nu nog weg, hè? Anders ben je gewoon een sjaak. Oh. Dit was wel goed. Ik heb ze wel goed weggejaagd. Het gebeurt niet vaak dat dames zo hard wegrennen, maar nu wel fijn. Nou, Asma. Weet je wie dat waren? Nee. Nee, ik wel. Ik kon heel slecht zien. Steen van de Eurovision Song Festival. Oh, echt? Het is gewoon bij ons terrein. Hoe vet. Dan hoeven ze toch niet zo hard weg te rennen. Samen met Bente. Bente. En die andere was Soar. Team Stuk gaat lekker. De overvallers zijn allemaal gezien. En dus moeten ze vanaf nu
tactischer te werk gaan. Ros, waar ben je? Ik loop nu om. Ik ga via de brug om. Kijk of ze maar daar zien. Sor besluit teamstuk af te leiden. Om zo de weg naar de Porto voor Stien en Bente vrij te maken. Ik ben wel van plan om hen te irriteren. Af te leiden, dingetjes te zeggen. Een beetje onder hun huid te zitten. Dus dat vind ik wel leuk. Jongens, update alsjeblieft. We hebben Stien gezien. We hebben Bente gezien. En we hebben Sor. Sor, oftewel Ros. Oké, Stien, nu komen. Kom nu. Snel. Jongens! Ik zie toch bij de Porto daar mensen lopen? We moeten naar beneden! Waarom komen jullie nou met z'n tweeën ook? Wat een flappies zijn jullie ook. Kom, we gaan die Porto pakken. Dat is daar. Ga jij die Porto pakken? Ik ga naar binnen. Ik ga de camera uitschakelen. Jongens, beweging bij de zijkant straat. Ja. Waarom staan we in de lift? Oké, nou. Ik heb echt een paar camera's doorgeknipt, ja. Ze waren echt hoog. Jongens, er zijn nu al 3 camera's uitgevallen. Ik ga naar de voorkant, over. Oké, voorkant is rustig. Ik ga nu naar de vijverkant. Zal ik gewoon gaan rennen? Oh, ik durf dit niet. Maar ik denk, oké, ik ren gewoon. Ik zie iemand nu naar de Porto gaan. Ze gaan naar de Porto, jongens. Hier! Wegwezen! Kijk, hier is nog iemand, hè? Oh! Tering. Ren door. En ik kom langs de Porto. Jongens, nu zo min mogelijk communicatie alsjeblieft. Ze hebben de Porto. Bette staat hier met een pistool. En Stien heeft de Porto. Ik moet wel echt zeggen, op dit moment schiet de adrenaline echt vol door me heen. Wordt geschoten! Kom aan, joh! Op, Rosa. Ik ga achter Stien aan. Oké, ik blijf hier. Ik heb de Porto. Kleine overwinning, ja. Porto, check. Tijd voor de volgende stap. Maestro Sor betreedt ongewapend de bank om teamstuk uit te dagen. Met alle gevolgen van dien. Ik kom binnen bij die cinema, bij de Rode Kluis. Ik zit te denken van, oké, zal ik hem gewoon open doen? Guys, ik ga de Rode Kluis openmaken. Ik sta voor dat ding, ik doe de code. Jongens, Rode Kluis! Ik krijg hem niet open. Dan dacht ik, shit. Hey, wegwezen! Jongens, Rode Kluis weg, bijna geopend. Ik heb ze weg, over. Stien, Bente. Ik wou de Rode Kluis open doen, maar dingen was daar, Toog. Oh, wat hadden wij een geluk. Die Rode Kluis werd echt bijna geopend. Zou het dan die Rode Kluis zijn? Of zou het gewoon een gokje zijn? Rode Kluis is nu check. Thomas, kan jij mij even komen assisteren hier aan deze kant? Ik heb Bent hier met wapen, maar ik ben even kwijt waar ze is. Ik kan het zo moeilijk zien met al die luxe flexen, over. Oké, Stien, ik ga nu naar binnen. Stien. Waar zit ze nou, verdomme? Ik ga nu naar beneden. Bente is Stefan te slim af. En weet ongezien naar de kelder te sluipen. Daar ligt het extra wapen. Een tactische zet van Bente. Aangezien de overvallers zijn begonnen met 1 wapen en ze zich hierdoor nog beter kunnen verdedigen. Oké. Ik heb twee guns. Bente, we moeten ergens mieten, want we moeten ook anus hebben. Ik ga proberen weg te komen. Ik hoor iemand hijgen. Dames, gaat het goed met jullie? Want jullie hebben onze Porto. Dus we kunnen op zich wel gewoon communiceren en vragen hoe het met jullie is. Hou eens je bek, joh. Dat vind ik nou niet zo aardig, Stien. Steven van Thomas, waar ben je? Over. Ik ben hier! Lamlul, schiet nou op! Waar zit ze dan? Hoe gaat het, schatjes? Ja, best aardig met jullie. Ja, voel me wel goed. Terwijl S-team team stuk aan de praat houdt, gaat Bente recht op de volgende doel af. Jongens, blauw! Waar is die camera? Kut. Nu naar de blauwe kluis. Steven, ga naar de blauwe kluis. Rood moet ook in de gaten gehouden worden. Ja, Steven, jij gaat naar blauw, ik ga naar rood. Ik ga naar rood, Steven gaat naar blauw, over. Ze komen nu naar de blauwe kluis. Maak dat je wegkomt, Bente. Kom, tyfus. Bent is naar beneden, denk ik. Die is gewapend. Steven, pas op. Staan blijven! Oh,
Op een gegeven moment zit ik dus in de lift en ga ik naar boven. En dat is eigenlijk heel slim, omdat je dan lekker snel boven bent. Maar aan de andere kant is het weer dom, omdat zij kunnen zien dat ik in die lift zit. Kut, ik ben echt fucked hier, man. Ros, waar ben je? Ik ben nog steeds buiten. Ik ga een beetje omlopen. Ros! Ja! Vanuit de bosjes kom ik ineens Tien tegen. Heb jij de portal? We lopen gewoon richting de tablet. Fuck it. Stien en ik denken na van, we moeten nu de tablet hebben en de camera's uitschakelen. Kluis blauw is check. Ik heb al kluis blauw is check. Over. Iemand is bij de crypto, jongens. Iemand is bij de crypto. Ze weten dat jullie bij de crypto zitten. Verstop je goed. Ik heb zicht. Ik heb zicht. Ik heb zicht. Kut. Bij de gele kluis, jongens. Bij de gele kluis. Kut. Hey, Bente! Ja, wat? Ja, kom dan! Waar moet ik heen, Giel? Instrueer me! Hier, ze zitten hier bij de gele kluis, jongens! Godverdomme, ik wil niet trappen lopen. Steve, ja, ze komt daaruit! Waar? Hier, daar loopt ze! Joehoe! Ze gaat de lift in, ze gaat de lift in nu! Kom naar dat speelveld, je moet ze afleiden. Die zit echt als een kat in de muis. Of kat in de muis. Muis in ieder geval. Waar ben je, Bente? Ik sta in die teringlift. Bente roept in mijn oor. Help, help, ik zit in de lift, ik zit in de lift. Dus ik ga met Ros naar binnen. Ros! Ze zit als katten. Kat in ieder geval in de lift. Oh, ja, daar zit je dan. Een beetje goede gedrag. Oh, ik had hier uitgekund. Kut. Ze komt weer omhoog, ze komt omhoog, ze komt omhoog. Ja, top. Kom nu, lijst af. Jullie moeten ze echt nu afleiden, nu afleiden, nu afleiden. Fuck out, hoertjes! Ineens sta ik met Ros voor die tablet. Dus ik denk, shit. Jongens, de camera's worden geloopt! Camera's worden geloopt! Kom op! Oké, ik kom die kant op, over. Ik kom die kant op. Oh, doe zo. In de stress klik ik gewoon random een antwoord aan. Ik zie fout, ik ga zo, nee! Door deze ondoordachte actie van Steam gaat het camerasysteem 10 minuten op zwart. Dit betekent dat Team Stuk de controlekamer voorlopig onbemand kan laten. What's next? We gaan nu weg, maar we moesten gewoon even afleiding voor Bente. Lekker. Da, kijk, dat zijn de strijders. Dat zijn de strijders. Oh, kut. Nee, nee. Op een gegeven moment denk ik, oké, het is nu handig om die jongens moe te maken. Ik ga naar boven en opeens zie ik daar Giel. Oh, ik heb dat ding gestopt! Oh. Ze heeft die lift gestopt gezet! Wat een sukkel! Hoezo? Ja, hoezo stop jij die lift? De lift is vastgelopen! Oh. Heb je maar ik leef nog wel, gek! We vangen graag boeven, maar dit is wel echt een cadeautje! Is prima met jou, joh, Chabo! Ja la 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 la! Ja la la la! Wat een dag, wat een dag! Dit kan niet beter! Doei! Had je even mazzel, Bente? Nou, nu is het wel het moment dat ik die lift uitkom. Ah! In mijn mond! Nee, dat meen je niet. In je mond! In mijn mond! Ik heb dus een kogel met mijn mond gevangen. Nou, dat vind ik toch wel even sick. Je hebt in mijn koude mond geschoten! Heb je hem gevangen? Ik heb hem gevangen! Ik heb wel een wondje. Maar dat is niet erg. Dat is hard. Kut jongens, ik ben af. Ik moet even naar buiten en er is op mijn lip geschoten. Oh nee. Lip geschoten. Bente is geraakt. En hoe? Deze epische actie kost de overvaller zijn leven. En Bente moet 10 minuten het speelveld verlaten. Ieder team heeft 2 extra levens. Wanneer een team geen extra levens meer heeft en iemand dan geraakt wordt, betekent het dat diegene definitief niet meer mag deelnemen aan het spel. Stien en ik zitten buiten te plannen van oké, wat gaan we doen? We zijn met 2 man, we hebben geen pistool allebei. Ja, en jullie weten ook niet in welke kluis het goud zich bevindt, hoor. Dus weet je wat wij gaan doen? Wij gaan nu naar die ruimte waar het goud is. Want anders zijn we echt voor saus zitten aan het doen. Weet je niet welke het is? Nee, en dat moeten we ondervinden in die schatkamer. Waar is de schatkamer? Dat is bij de porto. Bijna goed, Steen. De geheime kaart bevindt zich op de eerste verdieping. Vlak boven de rode kluis. Maar of jullie daar ongezien kunnen komen... De bewakingscamera's van Team Stuk zijn weer geactiveerd. En dus hebben ze hun zicht op de bank terug. Yes! Ik kom even naar boven. Wissel, RB. Ja, prima. Dan ga ik wel naar beneden. Maar dan moet jij wel de ring verdedigen. Ze steken overal naar binnen. Komen ze hier, komen ze daar, komen ze hier, komen ze daar. Ze zijn met z'n 3 in de controlekamer. Nee, 2 en de cameraman. Ik blijf gewoon hier, hoor, want ik heb zicht op de kluis, de cryptokamer, alles. Lekker, check. Thomas, je moet rood en blauw checken, oké?
Ik ben langs de kluis aan het lopen, over. Maar we kunnen niet te veel over de porto zeggen, want ze hebben onze porto. Als we nu rennen, kunnen we naar binnen. Ren naar beneden. Je kan hier naar binnen en als je naar beneden rent, kom je bij een kluis. Oké. Steef van Thomas. Er loopt iemand bij de porto-ingang over. Er is momenteel een camera uitgevallen bij het auditorium. Ik ga de blauwe kluis openmaken. Al is het niet het goud, we kunnen ze verwarren. Giel Fourteau, waar ben je? Ik ben de kluis, bij de kluis. Ik deed de blauwe kluis open. Ik zie niks. Ik doe hem dicht, zodat het alarm af kon gaan. Weg, kluis. Ik heb de blauwe kluis open gedaan. Ik kan nu weg. Daar is net die camera weggeknipt, hè? Ja, ja. Ik loop deze kluis te checken en de blauwe kluis. Check jij nu de blauwe kluis dan? Ga ik nu doen, toch? Het alarm gaat af in 30 seconden. Ik heb de guys van stuk zo vaak gezien. Ik zie ze de hele tijd. Jongens, zit hier iemand bij de blauwe kluis? Gaat een alarm af, momenteel gaat een alarm af, over. Niet naar de blauwe kluis, vandaag is gewapend. Rode kluis check, over. Ik heb zicht op cryptokamer, ik heb zicht op kluis geel, zicht op kluis wit, zicht op kluis rood, behalve kluis blauw, over. Kut. Er is niemand meer bij de blauwe kluis. De teller is afgegaan, maar hij is weer dicht gedaan. Soort durft zich niet te verroeren en zit nog steeds verstopt onder de trap. Bente mag inmiddels weer meedoen aan het spel. En zint op wraak. Ik heb de porto. Oh nee joh. Die heb ik al heel lang. Wat lekker. Dus ik weet vaak waar ze zijn. Rode kluis is check. Oké, rode kluis is nu check. Ja, dus dan gaan ze nu weg. Ros, kan jij? Naar de rode kluis gaan? Bente gaat daar ook heen. Je kan daar weg. Ik kom jou nu een gun brengen. Ik kom jou nu die gun brengen. Ik kom nu. Bente is klaar voor actie. En ook Soor besluit eindelijk zijn verstopplek op te geven. Op naar de rode kluis. Naar de rode kluis gaan, want daar heeft Bente een wapen voor jou. Steven van Giel en Thomas, de camera is doorgeknipt bij kluis rood. Ik herhaal, de camera is doorgeknipt bij kluis rood, over. We gaan nu kijken, Steven, we zijn nog onderweg. Pier 2. Dus ik open die kluis. Oh, dat is leuk. En opeens ligt al het goud erin, zonder dat we wisten dat het goud daarin lag. Ik begin die dingen zo erin te doen en dat is me een partijtje zwaar. Dus ik heb er niet zo heel veel in zitten, volgens mij 7 of zo, 6 of 7. En mijn tactiek is op dit moment eigenlijk, oké, verstoppen en wachten tot ze weggaan en dan gaan rennen. Ze zijn onderweg naar kluis rood, Oh, hij is open! Hij is open! Jongens, alarm gaat af bij kluis rood of blauw. Ik heb geen zicht, maar ik denk rood. Doordat Bente de deur van de rode kluis heeft opengelaten, kan Team Stuk nu ook zien dat het goud daar ligt. Fuck, ja, ze hebben goud. Shit. Hier voor Toe. Ja, waar ben je? Hier. Waar is Bente dan? Ik mis 5 goudstaven. 5? 5 of 4. Ik heb hem dicht gedaan. Is het rood? Ja, het is rood. Die deur is dichtgevallen. Fuck. Ja, dat is niet zo handig, Giel. Nu kan Soor ongezien naar de rode kluis gaan. Zonder dat hij weet dat Bente daar nog is. Ik ga de kluis openmaken. Dus ik kom binnen bij de rode kluis. Dus ik doe het open. Zie ik goud. Ik denk, huh? Het was wel hier? Dus ik vul het. Ik tel niet eens, ik pak er 2, ik pak er 1, ik was zwaar. Wow, wat is er gebeurd bij kluis rood? De rode kluis was open, een paar goudstaafjes zijn er weggehaald. Ik weet niet waar diegene is. Jongens, er gaat weer een alarm af! Hey, Ros! Zie ik ineens Bente zo. Hey!
En denk ik, top, want ik loop ongeveer al 4 jaar met 2 guns. Dus ik geef Ros 1 gun. Fuck you! Ha! Was het raak? Holy shit! Heb je goud? Ja, hier. Ik ook. Steven, Michiel en Thomas, wat is er aan de hand? Thomas, ik heb een beetje versterking nodig bij de rode kluis. Over. Oké. La 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 la. La 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 la. Loop ons op. Waar is hij? Links. Links aan de linkerkant van de kluis staat nu een pistool op je gericht. Echt waar? Daar, Bente gaat rennen. Loop nu naar de andere kant, dicht bij jou bij de deur. Pas op, Tom! Oh! Staat gewoon een gun op je man, mafkees. Ik heb die bon gepakt, maar ook het ton gepakt. Ik wou dat ik ook nog wat goudstaaf en wat crypto had. Omdat Team Stuk volledig in de ban is van ST naar zangkunsten, besluiten Bente en Soor het op een lopen te zetten. En ik weet zeker dat jullie niet gaan winnen, want jullie hebben geen goud genoeg. En dus blijf maar lekker buiten staan. Er rent iemand naar buiten nu! Oh my god, die tas is zo zwaar. Oh my god! Fuck! Nu overgeef Bente, los! Bente en Soor zijn op het nippertje ontkomen aan Team Stuk. Volledig buiten adem stellen zij hun allereerste goudstaven veilig. Oké. Hoe hebben jullie dit gedaan? Ja, nou, Jezus Mina, wat een slagveld. Giel, kan je mij een update geven? Wat is er aan de hand? Hoeveel goudstaven zijn er weg? Worden nu geteld, Steve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11. Is niet genoeg. Hoezo hebben jullie nou goud nog weggehaald? Waar komt het goud vandaan? Is dat kluis rood? Over. Ja, het is kluis rood. Ik wil even mijn goudstaaf ophalen. Ik vind het allemaal zo onzin. Elle losers. Ik vind het allemaal zo kinderachtig. Je mag voor mij de cryptokamer in, maar dan wil ik mee naar het Songfestival. Ja, ja, ja. Oké, is goed. Ja. Kom maar hier met je. Kom maar. Ja, nee, loop maar. Ja, makkelijk om de handeling gehad. Maar ja, we willen iets van jullie. Jullie willen iets van ons. We doen het niet. De overvallers hebben 11 goudstaven bemachtigd. Een knappe prestatie. Maar om te winnen moeten ze flink aan de bak. En de tijd, die begint te dringen. Een nieuw plan is daarom van levensbelang. Helemaal omdat Team Stuk weet dat het goud in de rode kluis ligt. En het is nog altijd 3-3. We hebben nog 20 minuten. We hadden 11 staven. Ik begin totaal in paniek te raken. Ik denk, shit, we moeten voor dat crypto-USB-ding gaan. Dan hebben we in ieder geval, weet je, gewonnen. Wij besluiten al in. Dus Tien en ik gaan samen naar binnen. Ros gaat afleiden. Luister af, Ros. Hey. We gaan lekker met de lift. Oh, daar ben je. We zijn nog niet geopend. De zaal opent pas om 4 uur. Ik wil gewoon popcorn hebben. Guys, ik kom jullie kant op. Waar is de crypto? Crypto is op 2. Oh, mis! Hij was niet raak! Ros, kom naar boven! Ik ga mij opofferen. Ja, dit is mijn leven. Oh, Thomas staat op de tweede. Oh, fuck. Kutzooi. Ik ben best wel bang in de lift, omdat ik denk, ik heb geen wapen. Jij geeft mij dekking, jij schiet en dan proberen we nog snel die crypto te pakken. Bente, ga naar de crypto. Ros en ik komen afleiden. Jongens, 2 overvallers in de lift. Giel, Foto, waar is Bente? Want anders kan ik niet naar boven. Zij is ergens naar boven, dus ik weet het niet. Ik heb hier 2 guys. Ik heb 1 gewapende gast bij de cryptokamer. Kom aan, Steve, kom hierheen. Ik denk, oké, nu is mijn kans. Hij is bezig. Ik ren die kant op. Je bent zo scheef, jongen. Ik ga de hoek om. Ik schiet op hem. Thomas is geraakt. Door deze slimme actie van Soor moet hij 10 minuten het speelveld verlaten. De tijd tikt echter genadeloos door. En dus kan Thomas met nog maar 5 minuten op de klok niet meer meedoen. Is hij af? Ik ga de cryptokamer binnen. Ik doe mijn USB erin. Thomas is geraakt. Tempo. We moeten tempo maken. Thomas is af.
Met een waarde van 15 goudstaven is de CryptoCoin precies wat de overvallers nodig hebben. Maar het downloaden lijkt eindeloos te duren. En dat terwijl Team Stuk vlakbij is. Staan blijven! Staan blijven! Staan blijven! Bente, leg je wapen neer! Nee! Leg je wapen neer! Ah. Holy shit. Omdat het overvallers binnen de tijd niet is gelukt om voldoende goud te bemachtigen en ze volledig omsingeld zijn door Giel en Stefan, is het overduidelijk dat Team Stuk heeft gewonnen. Team Stuk die komt gewoon van allebei de kanten, komen ze die ruimte ingelopen en staan eigenlijk gewoon vast. Game over. Steven zijn geraakt. Nee! Ik ben best een slechte verliezer, dus ik vind het wel heel jammer. Ik heb wel echt heel even de tijd van mijn leven gehad hier. Ik vond het zo leuk, ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik vind dat jullie nog best wel veel staven hebben. Ja, we hebben niet niks, we hebben niet niks. Maar die crypto op het laatst, dat pakte me ook. Crypto! Nee, niet gewonnen. Tenminste, niet het spel gewonnen. Maar we hebben wel gewonnen in de dag. Het was een leuke dag. Nou jongens, even okay. Ja man. Hoe dit is. Lekker liefje, lekker schatjes. Wil je nou ook winnen? Ga dan naar stuk.tv/dekluis en kraak de blokskluis en gebruik de cijfercode van deze aflevering. Ja, en daarmee maak jij dus kans op de hoofdprijs van maar liefst 25.000 euro aan bitcoin. Lekker. En je maakt elke week ook kans op de weekprijs van 100 euro aan bitcoin waarde. Dus ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Top. Tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we weer winnen? Ik heb er zin in. Ga ervoor, man. Ja. Let's go. S-team, Bente en Soar hebben slechts 11 goudstaven bemachtigd. Met deze magere buit staan ze voorlopig op de tweede plek. Volgende week is het de beurt aan een nieuw team van doorgewinterde overvallers. Gaat het hen wel lukken om Team Stuk te verslaan? De kluis werd mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks.